Zijn we toevallig in rij 12? We zitten in de verkeerde rij. Oké, abort mission. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen logistiek teamleider. Samen met Erwin bij Keulennagel. En dat is een enorm groot magazijn. Wat gaan we vandaag doen, logistiek teamleider? Vandaag ga jij je bezighouden met de day-to-day operations binnen het warehouse. Elke morgen beginnen we met een stand-up meeting om de dag van daarvoor door te nemen. Wat doe je met die smileys? Ja, met die mooie smileys. Nou, het is echt gigantisch. Ja. Wat doet Keulennagel nou precies? Keulennagel neemt alle logistieke onderdelen van de klant uit de handen. Hey, en wat doe jij hier precies? Ik zorg er eigenlijk voor dat de dagelijkse gang van zaken gewoon door kunnen lopen. Dat mijn team zonder al te veel problemen gewoon hun werk kan doen. En dat de problemen die er ontstaan, dat ik die buiten de groep oplos. Als iemand ook iets qua gebruiksmateriaal moet hebben, moet het ook binnen 30 seconden voor hun te pakken zijn. Dat kunnen we wel doen. Ja, ja. Hey, is dit een C-roll? Of is het een deegroller? Wat zou het zijn? 30 seconden. Binnen 30 seconden, zo. Ja, laat zien. Oh, 35. Je hebt opeens een scanner in je hand, hè? Ja, ik heb opeens een scanner in mijn hand. Er is een probleem met deze container. Oh. Dat is... Stomme container. Dan gaan we troubleshooten. Oh ja. Dus dan gaan we even uitzoeken wat het probleem is. Nou, dit artikel zoeken we? Nee. Nee? Dat moeten we dan echt allemaal gaan zoeken. Er zijn hier heel veel spullen. Ja. Ah. Oké. Okay. Wat gebeurt er nou als jij dit niet goed doet en een vracht waar niet alles op staat weg wordt gestuurd? Dan kan het vertraging opleveren bij transport. Als ze hier op deze containers orders zitten die vandaag nog weg moeten en deze container kan niet bevestigd worden, kunnen de orders ook niet weg vandaag. Heb jij een probleem? Heb ik een probleem, ja. Hey, troubleshoot is natuurlijk één deel van jouw werk, maar wat doe je nog meer? Ja, de dagelijkse planning. Dus we hebben hier zo'n 30 man lopen hier in het warehouse. Mm-hmm. En die planning die loopt ook allemaal via mij en mijn meewerkende voormannen en vrouwen. Als logistiek teamleider moet je natuurlijk leiding kunnen geven, naar de naam zegt het al, om je moet overzicht houden van een heel groot pand. Maar daarnaast moet je ook heel erg klantgericht zijn en heel flexibel, want een 9 tot 5 baan is dit niet. Je moet heel erg pauze kunnen hopen. Ja. Pauze! En nou aan jou de taak om te gaan troubleshooten. Ja. Deze lijst moet deze pallet van gevonden worden, maar die staat nogal hoog waarschijnlijk. En aangezien ik hoogtevrees heb, heb ik deze jongeman geregeld voor jou. En let erop dat je wel naar deze code kijkt, want anders gaat de verkeerde pallet weg vandaag. Hij zegt het ook zo streng. Zijn we toevallig in rij 12? We zitten in de verkeerde rij. Oké, abort mission. Twaalf, waar kijk je nou naar? Ja, dit is hem. Heel bang. We hebben hem gevonden. Nou, ging goed, hè? Ja, Remco deed wel een beetje uit de hoogte, maar... nou, ik wou nu een grap maken om logistiek naar huis te komen. Van A naar B, maar die zit er even niet in. Dankjewel. Hey.